man uit de zee. Meneer Satterwhite voelde zich oud. Dat was niet verwonderlijk, want volgens velen was hij ook oud. Tactloze jongelui zeiden tegen hun partners: die oude Satterwhite? Oh, die is zeker 80. In elk geval zo ongeveer. En zelfs het vriendelijkste, zachtste meisje zei toegeeflijk: Satterwhite? Ja, die is erg oud. Zeker 60. En dat was bijna nog erger, want hij was 69. In eigen ogen was hij echter niet oud. 69 was een interessante leeftijd met oneindige mogelijkheden. Een leeftijd waarop de ervaringen die je in je hele leven had opgedaan eindelijk begonnen mee te tellen. Maar je oud voelen, dat was iets anders. Dat was een deprimerende geestestoestand waarin je geneigd was jezelf vervelende vragen te stellen. Wat was hij tenslotte? Een klein, uitgedroogd oud heertje, met kind nog kraai op de wereld, met geen aardse bezittingen behalve een kostbare kunstcollectie die hem op het moment merkwaardig weinig voldoening schonk. Niemand kon het iets schelen of hij leefde of dood was. Op dit punt van zijn overpeinzingen gekomen, riep meneer Satterwhite zichzelf tot de orde. Zulke gedachten waren ziekelijk en onvruchtbaar. Hij wist maar al te goed, wie kon het beter weten, dat een vrouw hem gehaat zou hebben, of dat hij haar zou zijn gaan haten, dat kinderen een voortdurende bron van zorg zouden zijn geweest en dat de eisen van zijn tijd en genegenheid gesteld hem ontzettend zwaar zouden zijn gevallen. Veilig en rustig leven, zei meneer Satterwhite beslist. Dat is het ware. Dat herinnerde hem aan een brief die hij die morgen had ontvangen. Hij haalde hem tevoorschijn, herlas hem en genoot van de inhoud. Om te beginnen was die brief afkomstig van een hertogin. En hij vond het prettig brieven van hertoginnen te krijgen. Weliswaar begon de brief met een verzoek om een grote gift voor het een of ander liefdadige doel. Anders zou hij niet geschreven zijn. Maar de woorden waarin het verzoek was vervat waren zo strelend dat meneer Satterwhite over het verzoek zelf gemakkelijk heen keek. De hertogin schreef: dus je hebt de Riviera weer de rug toegekeerd? Hoe is het op het eiland waar je nu zit? Goedkoop? Canotti heeft dit jaar zijn prijzen schandelijk verhoogd. Ik ga nooit meer naar de Riviera. Misschien neem ik het volgend jaar wel eens een proef met dat eiland van jou. Als je me tenminste gunstige berichten daarover zenden kunt, al zie ik er tegenop 5 dagen op een schip te zitten. Maar een plaats die jij aanbeveelt zal zeker behoorlijk comfortabel zijn. Je bent op weg een van die mensen te worden die niets anders doen dan zichzelf vertroetelen en aan hun eigen welbehagen denken. Er is maar één ding dat je zal redden, Satterwhite, en dat is je buitengewone belangstelling in de aangelegenheden van anderen. Terwijl meneer Satterwhite de brief opvouwde, zag hij in gedachten de hertogin voor zich, met haar gierigheid, haar onverwachte en verbluffende vriendelijkheid, haar scherpe tong, haar temperament. Temperament. Iedereen had temperament nodig. Hij haalde een andere brief uit zijn zak met een Duits postzegel en geschreven door een jonge zangeres voor wie hij zich had geïnteresseerd. Het was een hartelijke, dankbare brief. Hoe kan ik u ooit genoeg danken, beste meneer Satterwhite? Ik kan nog bijna niet geloven dat ik over een paar dagen Isolde zal zingen. Jammer dat ze haar debuut als Isolde ging maken. Olga was een charmant, hardwerkend kind met een mooie stem, maar zonder temperament. Nee, het kind had er het temperament niet voor. De onbedwingbare wil die nodig was voor het laatste ik, Isolde. Enfin, hij had in elk geval iets voor een ander gedaan. Dit eiland drukte hem. Waarom was hij weggegaan van de Riviera die hij zo goed kende en waar hij zo bekend was? Hier nam niemand notitie van hem. Niemand scheen te beseffen dat hier de Satterwhite vertoefde, de vriend van hertoginnen en gravinnen, van zangeressen en van schrijvers. Niemand op het eiland was van enig maatschappelijk belang of kon aanspraak maken op artistieke roem. De meeste mensen woonden hier al jaren, vonden zichzelf heel gewichtig en werden ook als belangrijk beschouwd.
Met een diepe zucht daalde meneer Satterwhite af naar de kleine haven beneden. Zijn weg voerde door een laan van bougainvillées, een levende massa stralend rood die maakte dat hij zich ouder dan ooit voelde. Ik word oud, mompelde hij. Oud en moe. Hij was blij toen hij voorbij de bougainvillées was en door de witte straat liep met aan het eind de blauwe zee. Een armzalige straathond stond midden op de weg, geefde en rekte zich uit in de zon. Nadat hij dit vol genot had gedaan, ging hij zitten en begon zich grondig te krabben. Toen stond hij op, schudde zich uit en keek rond om te zien of het leven soms nog meer goeds te bieden had. Er lag een hoop afval aan de kant van de weg. Hij liep erheen, reeds snuivend van voorpret. Inderdaad, zijn neus had hem niet bedrogen. Een heerlijke geur van verrotting die zijn stoutste verwachtingen overtrof. Hij snoof hem met toenemende wellust op. Toen liet hij zich plotseling op zijn rug vallen en rolde verrukt door de zalige smeerboel. De wereld was deze morgen ongetwijfeld een hondenparadijs. Toen de hond er eindelijk genoeg van kreeg, stond hij op en slenterde weer naar het midden van de weg. En juist op dat moment kwam een auto in volle vaart de hoek om, reed over het dier heen en vervolgde zijn weg. De hond stond op, keek meneer Satterwhite even aan met een vaag verwijt in zijn ogen en viel toen om. Meneer Satterwhite liep naar hem toe en bukte zich. De hond was dood. Meneer Satterwhite liep verder, peinzend over de tragiek en de wreedheid van het leven. Wat was er een vreemde, zielige, verwijtende blik in de ogen van die arme hond geweest? Alsof hij wilde zeggen: O wereld, wonderschone wereld die ik zo vertrouwde, waarom heb je me dit aangedaan? Meneer Satterwhite wandelde verder, langs de palmen en verspreid staande witte huizen, over het strand van zwarte lava waar tegen de branding beukte en waar eens, lang geleden, een bekende Engelse zwemmer in zee was getrokken en verdronken. Hij liep langs de rotsmeertjes, waar kinderen en al wat oudere dames rondploeterden, het steile pad op, dat kronkelend naar de top van de klip voerde. Want op de rand van die klip stond een huis dat La Paz heette. Een wit huis met gesloten groene luiken en een mooie, wat verwilderde tuin. Een laan van cypressen voerde naar een plateau aan de rand van de klip, van waar men heel in de diepte de blauwe zee kon zien. Meneer Satterwhite had een zwak voor de tuin van La Paz gekregen. Hij was nooit in de villa geweest die onbewoond scheen te zijn. Manuel, de Spaanse tuinman, wenste altijd iedereen met een stralend gezicht goedemorgen en bood galant elke dame een boeketje aan en elke heer een enkele bloem voor zijn knopschat. Meneer Satterwhite verdiepte zich soms in gissingen omtrent de eigenaar van de villa. Bij voorkeur verbeeldde hij zich dat het een Spaanse danseres was, die eens wereldberoemd was geweest om haar schoonheid en die zich nu hier voor de wereld had teruggetrokken opdat die niet zou weten hoezeer ze was afgetakeld. Dan zag hij haar in zijn verbeelding in de schemering door de tuin wandelen en soms kwam hij in de verleiding Manuel naar de waarheid te vragen. Toch, hij weerstond die neiging. Hij gaf de voorkeur aan zijn eigen fantasie. Nadat hij een paar woorden met Manuel had gewisseld en dankbaar een oranje rozenknop had aangenomen, liep meneer Satterwhite door de cipressenlaan naar zee. Het was heerlijk zitten daar, aan de rand van het niets, met alleen die steile, diepe afgrond voor je. Het deed hem denken aan Tristan en Isolde, aan het begin van de derde acte. Aan Isolde uit de zee oprijzend en Tristan stervend in haar armen. Nee, de kleine Olga zou nooit een goede Isolde kunnen uitbeelden. Isolde, de vorstelijke minares die zo koninklijk haatte. Hij huiverde. Hij voelde zich oud, kil, alleen. Wat had hij aan het leven gehad? Niets. Nog niet zoveel als die straathond. Een geluid deed hem uit zijn gepeins ontwaken. In de laan hoorde je voetstappen niet aankomen en hij werd zich pas iemands nabijheid bewust toen hij een gesmoorde vloek hoorde. Hij keek om
en zag een jonge man die hem met duidelijk getoonde verbazing en ergernis opnam. Meneer Satterwhite herkende hem als een hotelgast die de vorige dag was aangekomen en toen enigszins zijn aandacht had getrokken. Hij noemde hem een jonge man omdat hij, vergeleken bij de meeste mannen in het hotel, inderdaad nog jong leek, al was hij stellig over de 40, misschien zelfs al dicht bij de 50. Toch paste de benaming jonge man bij hem. En meneer Satterwhite had een goede kijk op zulke dingen. Hij had iets onvolwassens, zoals een grote hond soms nog iets van een puppy heeft. Meneer Satterwhite dacht, deze man is nooit echt volwassen geworden. Toch had hij niets kinderlijks of naïefs. Hij was stevig gebouwd, bijna gezet, en zag er naar uit dat hij het er altijd goed van genomen had en zich geen enkel genot had ontzegd. Hij had bruine, tamelijk ronde ogen, blond haar dat begon te grijzen, een kleine snor en een nogal blozend gezicht. Meneer Satterwhite vroeg zich verwonderd af wat deze man naar dit eiland had gebracht. Hij kon hem zich voorstellen, jagend, polo, golf en tennis spelend en het hof makend aan mooie vrouwen. Maar hier viel niets te jagen of te schieten en kon je hoogstens golf of croquet spelen. En de enige vrouw die je met wat goede wil knap kon noemen, was juffrouw Babes Kinderley. Er waren hier wel schilders, aangetrokken door de schoonheid van het landschap, maar meneer Satterwhite was er zeker van dat deze jongeman geen schilder was. Hij zag eruit als een heel gewoon, normale burger. De vreemdeling had zich wat laat bedacht dat er op zijn uitroep wel iets aan te merken was en zei enigszins verlegen, neem me niet kwalijk, ik was, om u de waarheid te zeggen, een beetje geschrokken. Ik verwacht niet hier iemand te zullen zien. Hij glimlachte. Een vriendelijke en innemende glimlach. Het is hier erg eenzaam, zei meneer Satterwhite, een eindje opschuivend op de bank. De ander accepteerde de zwijgende uitnodiging en ging zitten. Ik heb nog niets van die eenzaamheid gemerkt, zei hij. Er schijnt hier altijd iemand te zijn. Er klonk teleurstelling in zijn stem en meneer Satterwhite vroeg zich af waaraan die te wijten zou zijn. De ander leek toch een vriendelijk mens. Waarom was hij zo op eenzaamheid gesteld? Een rendezvous misschien? Nee, dat niet. Hij nam zijn metgezel tersluiks scherp op. Waar had hij kort geleden diezelfde blik vol doffe verbijstering gezien? Is u dan al eens eerder hier geweest? Vroeg hij. Ik was gisteravond na het diner ook hier. Ik dacht dat de hekken dan altijd gesloten waren. Het bleef even stil. Toen zei de jonge man bijna nors, ik ben over de muur geklommen. Meneer Satterwhite keek hem nu belangstellend aan. De speurhond in hem was ontwaakt. Hij wist dat de ander pas de vorige middag was aangekomen. Hij had dus nog weinig tijd gehad om de schoonheden van de villa bij daglicht te ontdekken en hij had, voor zover hij wist, nog met niemand gesproken. En toch was hij in het donker regelrecht naar La Paz gegaan. Waarom? Werktuigelijk keek meneer Satterwhite om naar de villa met de groene luiken, doch die zag er, als altijd, doods en verlaten uit met alle luiken dicht. Nee, daar lag de oplossing van het raadsel niet. En heeft u toen werkelijk hier ook iemand gezien? Ja, ik denk iemand uit het andere hotel. Hij had een soort maskeradepak aan. Een maskeradepak? Ja, het leek wel een harlekijn. Wat? De vraag sprong letterlijk over meneer Satterwhite's lippen. De ander staarde hem verwonderd aan. Ze geven dikwijls gemaskerde bals in de hotels, vermoed ik. Ja, natuurlijk, zei meneer Satterwhite. Hij zweeg even en vroeg toen, Moet mij mijn opwinding vergeven. Weet u iets af van Catalyse? Nee, zei de ander verbluft.
nooit van gehoord. Wat is dat? Meneer Satterwhite citeerde... Een chemische reactie waarvan het succes afhangt van de tegenwoordigheid van een zekere substantie die op zichzelf onveranderd blijft. Oh, zei de jongeman onzeker. Ik heb een vriend, hij heet Quinn, die het best beschreven kan worden met deze definitie van katalyse. Zijn aanwezigheid is een teken dat er iets gaat gebeuren. Omdat hij er is, komen er vreemde dingen aan het licht en worden er ontdekkingen gedaan. En toch neemt hij zelf nooit deel aan hetgeen voorvalt. Ik heb zo het idee dat u gisteravond mijn vriend hier hebt gezien. Hij lijkt me nogal een impulsief man. Hij heeft me bepaald een schok bezorgd. Het ene moment was hij er niet en het volgende ogenblik was hij er. Het leek wel of hij uit de zee was opgedoken. Meneer Satterwhite keek over het kleine plateau naar de steile helling daarachter. Dat is natuurlijk nonsens, zei de ander, maar die indruk maakte het. Natuurlijk zou zelfs een vlieg tegen die rotswand geen houvast kunnen krijgen. Hij keek over de rand. Loodrecht. Als je daar overheen valt, ben je morsdood. Een ideale plek voor een moord, zei meneer Satterwhite schertsend. De ander keek hem verwonderd aan, bijna alsof hij hem niet dadelijk kon volgen. Toen zei hij weifelend... Ja, natuurlijk. Hij prikte met zijn stokputjes in het zand en opeens wist Satterwhite waarin de gelijkenis zat die hem zo was opgevallen. Die doffe, verbijsterd vragende gelaatsuitdrukking. Precies zo had die overreden hond gekeken. In de ogen van deze man stond dezelfde pathetische vraag te lezen en hetzelfde verwijt. O wereld die ik heb vertrouwd, waarin ik heb geloofd. Wat heb je met me gedaan? Hij zag nog meer punten van overeenkomst tussen de twee. Hetzelfde genotzoekende, gemakzuchtige bestaan. Hetzelfde zich met blijdschap wijden aan de genoegens van het leven. Hetzelfde gemis aan intellectuele weetgierigheid. Voor beiden was het genoeg bij het ogenblik te leven. De wereld was een goed oord vol zinnelijke geneugten. De zon, de lucht, een bescheiden vuilnishoop. En dan wat? Een vrachtauto had de hond geraakt. Wat had deze man geraakt? Het onderwerp van die overpeinzingen zei, meer tot zichzelf dan tot meneer Satterwhite: je vraagt je af, waar dient het allemaal toe? Bekende woorden, die Satterwhite meestal even deden glimlachen, omdat ze onbewust het aangeboren egoïsme verrieden van de mens die erop staat met alle geweld alles wat er in het leven gebeurt te beschouwen als direct bestemd voor zijn genot of om hem te plagen. Hij gaf geen antwoord en even later zei de vreemdeling met een verontschuldigend lachje: ik heb wel eens horen zeggen dat elke man een huis moest bouwen, een boom planten en een zoon verwekken. Ik geloof dat ik eens een eikel heb geplant. Dat is alles. Meneer Satterwhite's nieuwsgierigheid was gewekt. Zijn altijd aanwezige belangstelling in de zaken van andere mensen waarvan de gravin hem beschuldigd had. Dat was niet verwonderlijk. Er was een zeer vrouwelijke kant aan het karakter van meneer Satterwhite. Hij kon even goed luisteren als een vrouw en hij wist precies het juiste moment te vinden om een aanmoedigend woord te spreken. Daarom kreeg hij dan ook al gauw het hele verhaal te horen. De vreemdeling heette Anthony Cosden. En zijn leven was ongeveer geweest zoals meneer Satterwhite het zich had voorgesteld. Hij was geen goed verteller, maar zijn toehoorder kon gemakkelijk de hiaten invullen. Een zeer alledaags leven, een behoorlijk inkomen, een tijdje onder dienst, veel sport als de gelegenheid daartoe zich voordeed, veel vrienden, veel leuke dingen om te doen, meer dan genoeg vrouw. Het soort leven dat diepere gedachten, van welke aard dan ook, schuwt en daarvoor in de plaats sensatie zoekt. Ronduit gezegd,
een dierenleven. Er zitten ergere dingen achter, dacht meneer Satterwhite. Veel erger. Anthony Cosden had deze wereld altijd een bijzonder genoegelijk oord gevonden. Hij had wel eens gemopperd omdat iedereen dat er zijner tijd doet, maar het was nooit echte ontevredenheid geweest. En toen kwam er dit. Het kwam er eindelijk weifelend en onsamenhangend uit. Hij had zich de laatste tijd niet zo goed gevoeld. Niets van betekenis, maar hij was toch maar eens naar zijn dokter geweest en die had hem de raad gegeven een specialist in Harley Street te consulteren. En toen kreeg hij de ongelofelijke waarheid te horen. Ze probeerden wel er een beetje omheen te draaien, spraken over heel voorzichtig leven en zo, maar ze hadden niet kunnen verbergen dat het maar mooie praatjes waren. Het kwam erop neer dat ze hem nog 6 maanden te leven gaven. Hij keek meneer Satterwhite met zijn bruine ogen vol verbijstering aan. Het was natuurlijk een geweldige schok voor die arme kerel geweest. Hij wist geen raad. Meneer Satterwhite knikte ernstig en begrijpend. Het was moeilijk dit alles opeens te bevatten, ging Anthony Cosden voort. Hoe moest hij die tijd besteden? Het was nogal beroerd te zitten wachten tot je het hoekje omging. Hij voelde zich niet echt ziek, nog niet, hoewel dat later misschien wel zou komen, zoals de specialist zei, of liever gezegd, dat was onvermijdelijk. Het leek zo krankzinnig te moeten sterven als je er helemaal geen zin in had. Hij had gedacht dat het maar het beste zou zijn gewoon te blijven doen als altijd. Maar dat lukte niet. Hier viel meneer Satterwhite hem in de rede. Was er soms een vrouw in het spel? Informeerde hij voorzichtig. Maar klaarblijkelijk was dat niet het geval. Natuurlijk waren er wel vrouwen, maar niet van dat soort. Zijn klik was een jolige, luchthartige troep die niets van narigheid moest hebben. En hij wilde geen wandelende begrafenis van zichzelf maken. Dat zou voor allemaal vervelend zijn. Daarom was hij hierheen gekomen. Bent u gekomen om dit eiland te zien? Waarom? Meneer Satterwhite speurde naar iets ontastbaar, iets vluchtigs, iets dat hem ontging en dat toch, dat voelde hij, hier aanwezig was. Is u al eens vroeger hier geweest? Ja, gaf Cosden bijna onwillig toe. Jaren geleden, toen ik nog heel jong was. En plotseling, bijna onwillekeurig, keek hij om en wierp een blik in de richting van de villa. Ik herinnerde me deze plek, zei hij, naar de zee kijkend. 1 stap naar de eeuwigheid. En waarom bent u gisteravond hierheen gegaan? Vulde meneer Satterwhite kalm aan. Anthony Cosden protesteerde flauwtjes. Gisteravond hebt u hier iemand gezien en vanmiddag hebt u mij ontmoet. Uw leven is 2 maal gered. U kunt het zo stellen als u wil, maar verdraaid, het is mijn leven. Ik heb het recht ermee te doen wat ik wil. Dat is een cliché, zei meneer Satterwhite droogjes. Natuurlijk begrijp ik uw standpunt, zei Anthony Cosden grootmoedig. Natuurlijk moet u dat zeggen. Ik zou ook proberen een vent ervan af te brengen, zelf al vond ik in mijn hart dat hij gelijk had. En ik weet dat ik gelijk heb. Een snel eind is beter dan wegkwijnen en alleen maar last en onkosten betekenen voor iedereen. Het zou wat anders zijn als ik nog iemand in de wereld had die bij me hoorde, maar... En als u die had, zei meneer Satterwhite scherp. Cosden haalde diep adem. Ik weet het niet. Ik geloof dat zelfs dan deze manier om er tussenuit te knijpen het beste zou zijn. Maar ik heb niemand. Hij zweeg. Meneer Satterwhite nam hem nieuwsgierig op. Ongeneeslijk romantisch als hij was, opperde hij weer de mogelijkheid dat er een vrouw in het spel was. Maar Cosden ontkende dat ten stelligste.
Hij mocht niet klagen, hij had, over het algemeen gesproken, een heel goed leven gehad. Het was jammer dat het zo gauw voorbij zou zijn. Maar hij had in elk geval alles gekregen wat de moeite waard was, vermoedde hij. Behalve een zoon. Hij zou graag een zoon hebben gehad. Het zou een prettig idee zijn als hij wist dat er na zijn dood een zoon van hem zou voortleven. Maar, hij herhaalde het nogmaals, hij had een goed leven gehad. Nu verloor meneer Setterweet zijn geduld. Hij wees erop dat niemand die nog in het larvenstadium verkeerde kon beweren dat er iets van het leven afwist. Daar het woord larvenstadium klaarblijkelijk voor Koosden niets betekende, maakte hij zijn bedoeling duidelijker. U bent nog niet eens met leven begonnen. U staat nog aan het begin. Koosden lachte cynisch. Ach wat, mijn haar wordt al grijs, ik ben al 40 en... Meneer Setterweet viel hem in de rede. Dat heeft er niets mee te maken. Ik ben 69. Ik heb uit de eerste of uit de tweede hand alle ervaringen leren kennen die het leven te bieden heeft op fysiek en mentaal gebied. U lijkt op iemand die over een heel jaar spreekt en nog niets heeft gezien dan sneeuw en ijs. De bloemen van de lente, de smachtende tederheid van de zomer, het vallen van de herfstbladeren. Hij weet er niets van, hij weet niet eens dat zulke dingen bestaan. En u wilt zelfs de kans om ze te leren kennen de rug toekeren? U schijnt te vergeten, zei Anthony Koosden droogjes, dat ik nog maar 6 maanden te leven heb. Tijd is als alles betrekkelijk. Die 6 maanden zouden wel eens de langste en de mooiste van uw leven kunnen worden. Koosden was niet overtuigd. Als u in mijn plaats was, zou u hetzelfde doen, zei hij. Meneer Setterweet schudde zijn hoofd. Nee, zei hij eenvoudig. In de eerste plaats betwijfel ik of ik de moed ertoe zou hebben, want er is moed voor nodig en ik ben geen moedig man. En in de tweede plaats... Nu? Ik wil altijd weten wat er morgen zal gaan gebeuren. Koosden stond op. Hij lachte even. Het is heel vriendelijk van u geweest mij toe te staan met u te praten. Ik weet niet waarom, maar het ging vanzelf. Ik heb u veel te veel verteld. Vergeet het maar. En als er morgen een ongeluk wordt gerapporteerd, moet ik het dan ook zo laten? Niets zeggen over de mogelijkheid van zelfmoord? Dat moet u zelf weten. Ik ben blij dat u althans 1 ding weet, dat u het me niet kunt beletten. Beste kerel, zei meneer Setterweet bedaard. Ik kan me moeilijk als een bloedzuiger aan u vasthechten. Vroeg of laat zou u me toch ontglippen en uw plan ten uitvoer brengen. Maar in elk geval bent u vanmiddag gedwarsboomd. U zou het stellig niet prettig vinden de dood in te gaan, terwijl de kans bestaat dat ik ervan verdacht zou worden u over de rand te hebben geduwd. Dat is zo, zei Koosden. Als u beslist hier wilt blijven... Ja, heel beslist. Koosden lachte goedmoedig. Dan moet ik mijn plan voor het ogenblik uitstellen en teruggaan naar het hotel. Ik zie u misschien nog wel. Meneer Setterweet bleef alleen achter en keek naar de zee. Wat nu? Vroeg hij zich af. Hier moet iets opvolgen. Wat zou het zijn? Hij bleef een poosje aan de rand van het plateau staan, neerkijkend op het woelige water beneden, toch hij vond er geen inspiratie in en zich langzaam omwendend wandelde hij weer tussen die cipressen naar de tuin. Hij keek naar het stille huis met de gesloten luiken en vroeg zich voor de zoveelste maal af wie daar gewoond zou hebben en wat er binnen die muren zou zijn voorgevallen. In een plotselinge impuls liep hij een paar brokkelige stenen treden op en legde zijn hand op een der vaalgroene luiken. Tot zijn verbazing bewoog het bij zijn aanraking. Hij aarzelde even en duwde het brutaal weg open. Het volgende moment deed hij met een lichte kreet van schrik een stap achteruit.
Voor het raam stond een vrouw en keek hem aan. Ze droeg een zwarte japon en had een zwart kanten mantilla over haar hoofd. Meneer Zetterweet begon zich gejaagd te excuseren in het Italiaans doorspekt met Duits wat hij nog het meest op Spaans vond lijken. Hij schaamde zich hevig, legde hij aperend uit, de signora moest hem wel vergeven, na welke woorden hij zich haastig terugtrok. De vrouw had geen woord gezegd. Hij was al halfweg het tuinpad toen ze twee woorden sprak, scherp als een pistoolschot. Kom terug! Het was een blaffend commando, zoals je dat een hond zou geven. Maar de autoriteit van die stem was zo overweldigend dat meneer Zetterweet zich omdraaide en bijna automatisch naar het raam terugliep, voor het bij hem opkwam geërgerd te zijn. Hij gehoorzaamde als een hond. De vrouw stond nog roerloos voor het raam en nam hem bedaard van top tot teen op. U bent Engelsman? Dat dacht ik wel. Meneer Zetterweet begon zich opnieuw te verontschuldigen. Als ik had geweten dat u een Engelse was, had ik me daar even beter kunnen uitdrukken, zei hij. Ik bied u mijn excuses aan voor mijn brutaliteit dat luik aan te raken. Ik heb helaas geen verklaring dan dat ik nieuwsgierig was. Ik wilde zo graag weten hoe dit charmante huis er van binnen uitziet. Ze lachte plotseling, een diepe, volle lach. Als u dat werkelijk zo graag wil, kunt u beter binnenkomen. Ze ging wat opzij en meneer Zetterweet liep, met een aangenaam gevoel van opwinding, de kamer in. Het was er donker. Daar de andere luiken gesloten waren, doch hij kon zien dat het vertrek nogal schamel gemeubeld was en dat er overal een laag stof lag. Ik gebruik deze kamer niet, zei ze. Ze ging hem voor naar een vertrek aan de overkant van de gang, waar de vensters uitzicht gaven op de zee en het zonlicht naar binnen stroomde. De meubels waren ook hier van niet de beste kwaliteit, maar er lagen een paar versleten tapijtjes die in hun tijd goed waren geweest. Er stond een groot scherm van Spaans leer en er waren vazen met verse bloemen. Wilt u met me thee drinken? Vroeg de gastvrouw. Het is uitstekende thee en ze wordt met kokend water gezet. Ze liep naar de deur en riep iets in het Spaans. Toen kwam ze terug en ging op een sofa tegenover haar gast zitten. Voor het eerst had meneer Zetterweet gelegenheid haar uiterlijk te bestuderen. De eerste indruk had tot gevolg dat hij zich, in contrast met haar sterke persoonlijkheid, grijzer, gerimpelder en ouder voelde dan gewoonlijk. Ze was een lange vrouw, verbrand door de zon, donker en mooi, hoewel niet jong meer. Als ze in de kamer was, leek het of de zon tweemaal zo helder scheen. En geleidelijk werd meneer Zetterweet door een eigenaardig gevoel van warmte en vitaliteit overmeesterd. Het was alsof hij zijn magere, gerimpelde handen uitstak naar een koesterende vlam. Hij dacht: ze bezit zoveel kracht dat ze een massa ervan over heeft voor anderen. Hij dacht aan de bevelende klank van haar stem toen ze hem terugriep en wenste dat zijn protégé, Olga, iets van dat temperament bezat. Wat zou deze vrouw een prachtige Isolde zijn, dacht hij. En toch heeft ze waarschijnlijk geen zangstem. Het is toch raar ingericht in deze wereld. Hij was eigenlijk een klein beetje bang voor haar. Hij hield niet van dominerende vrouwen. Ze had hem klaarblijkelijk ook scherp opgenomen en deed geen moeite dat feit te verbergen. Eindelijk knikte ze alsof ze een besluit had genomen. Ik ben blij dat u gekomen bent, zei ze eindelijk. Ik had vanmiddag juist zo'n behoefte om met iemand te praten. En daar bent u aan gewend, is het niet? Ik begrijp u niet goed. Ik bedoel dat mensen u allerlei dingen vertellen. U wist best wat ik bedoelde. Waarom komedie spelen? Misschien... Ze nam geen notitie van hetgeen hij probeerde te zeggen en ging voort. Men kan u alles vertellen. Dat komt doordat u een halve vrouw bent. U weet wat wij vrouwen voelen, wat we denken,
De wonderlijke dingen die we doen. Haar stem stierf weg. De thee werd binnengebracht door een lang, glimlachend Spaans meisje. Het was goede Chinese thee, die meneer Satterwhite waarderend dronk. Woont u hier? Vroeg hij, om iets te zeggen. Ja. Maar toch niet doorlopend. Het huis is meestal gesloten, is het niet? Dat heeft men mij althans verteld. Ik woon hier dikwijls een poos, vaker dan men weet. Ik gebruik alleen deze kamers. Is dit huis al lang in uw bezit? Meer dan 22 jaar. En daarvoor heb ik er ook al een jaar gewoond. Meneer Satterwhite zei nogal onbenullig, zo voelde hij het althans. Dat is lang. Dat ene jaar of die 22. Zijn belangstelling was gewekt en hij zei ernstig... Dat hangt er vanaf. Ze knikte. Ja, het hangt er vanaf. Het zijn twee verschillende perioden geweest die niets met elkaar te maken hebben. Welke periode is de langste? Welke de kortste? Zelfs nu kan ik dat nog niet uitmaken. Ze keek een ogenblik peinzend voor zich uit en toen zei ze glimlachend... Het is zo lang geleden dat ik met iemand heb gepraat. Zo lang. U raakte de luiken aan en wilde door mijn raam kijken. Dat doet u altijd, is het niet? Luiken openduwen en door het raam kijken naar de waarheid in de levens van de mensen. Als ze u dat tenminste willen toestaan. En ook vaak als ze dat niet willen. Het moet moeilijk zijn iets voor u te verbergen. U zou er dan maar naar raden en juist raden. Meneer Satterwhite kreeg opeens de wonderlijke neiging openhartig te zijn. Ik ben 69, zei hij. Alles wat ik van het leven af weet, weet ik uit de tweede hand. Dat is soms heel bitter voor me, maar daardoor weet ik juist heel veel. Ze knikte nadenkend. Ik begrijp het. Het leven is vreemd. Ik kan me niet goed voorstellen hoe dat is als je juist alleen maar toeschouwer moet zijn. Meneer Satterwhite glimlachte. Dat zult u nooit ondervinden. Uw plaats is op het midden van het toneel. U zult altijd de prima donna zijn. Wat vreemd dat u dat zegt. Heb ik geen gelijk? Er zijn nu allerlei dingen overkomen. Soms zullen er tragedies zijn geweest, is dat niet? Ze kneep haar ogen iets dicht toen ze hem aankeek. Als u nog een poos in dit dorp blijft, zult u stellig horen spreken over de Engelse zwemmer die onderaan de klip verdronken is. Ze zullen u vertellen hoe jong en sterk hij was en hoe knap. En dat zijn jonge vrouw van de rand van de klip naar beneden keek en hem zag verdrinken. Ja, dat verhaal heb ik gehoord. Die man was mijn echtgenoot. En dit was zijn huis. Hij nam me mee hierheen toen ik 18 was en een jaar later stierf hij. Door de branding meegesleurd naar de zwarte rotsen waar hij tegenaan werd gesmakt en verminkt tot hij dood was. Meneer Satterwhite slaakte een ontstellende kreet. Ze boog zich naar voren, haar brandende ogen waren op zijn gezicht gevestigd. U sprak over een tragedie. Kunt u zich een erger tragedie voorstellen dan die van een pasgetrouwde jonge vrouw die de man die ze lief heeft wanhopig ziet vechten voor zijn leven en dat leven op zo'n gruwelijke wijze verliest? Ontzettend, zei meneer Satterwhite. Er klonk oprechte ontroering in zijn stem. Ontzettend. Ik kan me niets ergers voorstellen. Plotseling lachte ze. U vergist zich. Er is iets dat nog veel erger is, en dat is een jonge vrouw die toekijkt en hoopt dat haar man zal sterven.
grote God, riep meneer Satterwhite uit. U bedoelt toch niet... Ja, dat bedoel ik. En zo is het in werkelijkheid geweest. Ik ben daar boven op de klip neergeknield en heb gebeden. De Spaanse bediende dacht dat ik bad om het behoud van zijn leven, maar dat deed ik niet. Ik herhaalde steeds maar weer, o God, help me dat ik hem niet doodwens. Help me dat ik hem niet doodwens. Maar het hielp niet. Aldoor hoopte ik. En mijn wens werd vervuld. Ze zweeg even en zei toen zacht en op geheel andere toon. Dat is vreselijk, is het niet? Dat is iets dat je nooit kunt vergeten. Ik was zo intens gelukkig toen ik wist dat hij heus dood was en niet meer terug kon komen om me nog meer te martelen. O, arm kind, zei meneer Satterwhite ontdaan. Ik weet het. Ik was te jong om zoiets te moeten doormaken. Zulke dingen moesten alleen iemand overkomen die ouder is, meer voorbereid op beestachtigheden. Niemand wist hoe hij in werkelijkheid was. Toen ik hem leerde kennen, vond ik hem geweldig en ik was zo gelukkig en trots toen hij me ten huwelijk vroeg. Maar alles ging bijna direct verkeerd. Hij was boos op me. Ik kon het hem nooit naar de zin maken. En toch deed ik zo mijn best. En toen begon hij het prettig te vinden om me pijn te doen. En vooral me bang te maken. Dat vond hij het heerlijkste. Hij verzon allerlei dingen, vreselijke dingen. Ik kan ze u niet vertellen. En ik denk nu dat hij een beetje krankzinnig was. Ik was hier alleen en volkomen in zijn macht. En wreedheid werd zijn hobby. Haar ogen werden groot en donker. Het ergste was mijn baby. Ik verwachtte een kind. En door zekere dingen die hij mij aandeed, werd de dood geboren. Een kleine baby. Ik stierf ook bijna. En ik wenste dat het was gebeurd. Meneer Satterwhite uitte een onbestemd geluid. En toen werd ik bevrijd. Op de manier die ik u verteld heb. Een paar meisjes die in het hotel logeerden, daagden hem uit. En zo gebeurde het. Alle Spanjaarden zeiden tegen hem dat het waanzin was zich daar in zee te wagen. Maar hij was erg ijdel. En hij wilde een kranig figuur slaan. En ik zag hem verdrinken. En ik was blij. God moest zulke dingen niet toestaan. Meneer Satterwhite strekte zijn kleine droge hand uit en nam de hare. Ze kneep er hard in, zoals een kind zou doen. Alle rijpheid was uit haar gezicht verdwenen en het kostte hem nu niet de minste moeite haar te zien als 19-jarige. Eerst leek het me te mooi om waar te zijn. Het huis was van mij, ik kon erin blijven wonen. En niemand zou me meer pijn kunnen doen. Ik was een wees en had geen naaste familieleden. Ik bleef hier wonen in deze villa en het leek de hemel. Ja, de hemel. Zo gelukkig ben ik nooit meer geweest. En ik zal het nooit meer zijn. Wakker worden en weten dat alles goed is. Geen pijn meer, geen doodsangst. Niet meer in één vreesje behoeven af te vragen, wat zal hij me nu weer gaan aandoen? Ja, het was de hemel. Ze zweeg zo lang dat meneer Satterwhite eindelijk aandrong. En toen? Ik denk dat een mens nooit voldaan is. Eerst was het meer dan genoeg voor me om vrij te zijn. Maar na een poosje begon ik me eenzaam te voelen. Ik ging denken aan mijn baby die gestorven was. En opnieuw groeide in mij het verlangen naar een kind. Ik begrijp het, zei meneer Satterwhite ernstig. Wat nu komt, is moeilijk te verklaren. Het gebeurde. Er logeerde een jonge Engelsman in het hotel. Hij liep bij vergissing mijn tuin in. Ik droeg een Spaanse jurk en hij hield me voor een Spaans meisje. Het leek me wel leuk te doen alsof ik echt Spaanse was. Zijn Spaans was erg slecht,
maar hij kon zich verstaanbaar maken. Ik vertelde hem dat de villa toebehoorde aan een Engelse dame die op reis was. Ik zei dat ze me een beetje Engels had geleerd en ik brabbelde wat gebroken Engels. Het was enig. Ik kan me nog herinneren hoe leuk het was. Hij begon me het hof te maken. We spraken af dat we net zouden doen of de villa ons huis was. Dat we pas getrouwd waren en hier kwamen wonen. Ik stelde voor eens te proberen of een van de luiken soms open was. Hetzelfde luik dat u vanavond openduwde. Het was open en binnen was de kamer stoffig en rommelig. We klommen naar binnen en het was opwindend en heerlijk. We deden of het ons huis was. Ze zweeg en keek meneer Satterwhite smekend aan. Het leek een heerlijk sprookje. En voor mij was het heerlijkste dat het maar een spel was. Geen realiteit. Meneer Satterwhite knikte. Hij zag, misschien beter dan zij zelf, dat eenzame, angstige kind met haar sprookje, dat zo veilig was, omdat het niet de werkelijkheid was. Ik geloof dat hij maar een heel gewone jonge man was, op een avontuurtje uit, maar hij was heel aantrekkelijk en we bleven doen alsof. Hij kwam de volgende morgen weer naar de villa. Ik zag hem uit mijn slaapkamer door een kier van het luik. Natuurlijk had hij er geen flauw idee van dat ik binnen was. Hij dacht nog altijd dat ik een Spaans boerenmeisje was. Hij keek om zich heen. Hij had me gevraagd hem weer hier te ontmoeten, maar dat was ik helemaal niet van plan geweest. Hij zag er nogal triest uit, alsof hij zich ongerust over me maakte. Dat vond ik aardig van hem. Hij was ook aardig. Ze zweeg even en ging toen verder. De volgende dag vertrok hij en ik heb hem nooit meer teruggezien. Mijn jongen werd 9 maanden later geboren. Ik ben al die tijd voor hij kwam overgelukkig geweest. Om zo rustig en evenwichtig een kind te mogen verwachten met niemand die je kon pijnigen of ongelukkig maken. Ik wou dat ik mijn Engelse vriend naar zijn voornaam had gevraagd. Dan zou ik mijn baby naar hem hebben genoemd. Het leek onaardig het niet te doen. Hij had me datgene gegeven waarnaar ik het meest van alles verlangd had. En hij zou het nooit weten. Ik begreep natuurlijk wel dat hij het niet zo zou opvatten. Als hij het wist, zou het hem waarschijnlijk alleen maar ergeren. Ik was voor hem immers alleen maar een voorbijgaand pretje geweest. En de baby? Vroeg meneer Satterwhite. Hij was prachtig. Ik noemde hem John. Ja, ik wou dat u hem eens kon zien. Hij is nu 20 en studeert voor mijn ingenieur. Hij is de beste, liefste zoon op de hele wereld voor me. Ik heb hem verteld dat zijn vader voor zijn geboorte gestorven is. Meneer Satterwhite staarde haar aan. Een merkwaardig verhaal. En toch was het niet helemaal compleet. Hij voelde dat er iets aan ontbrak. 20 jaar is een hele tijd, zei hij. Heeft u er nooit over gedacht te hertrouwen? Ze schudde haar hoofd. Een gloeiende blos verspreidde zich over haar gebruinde huid. Was het kind genoeg voor u? Altijd? Ze keek hem aan met een zachtere blik in haar ogen dan hij tot nu toe erin had gezien. Er gebeuren soms vreemde dingen, zei ze. Zo vreemd dat u ze niet zult willen geloven. Of ja, misschien toch wel. Ik hield indertijd niet van John's vader. Ik geloof niet dat ik ooit geweten heb wat liefde was. Ik nam als vanzelfsprekend aan dat het kind op mij zou lijken. Maar dat deed het helemaal niet. Het had evengoed mijn kind niet kunnen zijn. Het leek alleen maar op zijn vader. En ik leerde de man kennen door zijn kind. Door de jongen leerde ik hem lief hebben. En nu heb ik hem lief. Ik zal hem altijd lief hebben. U zult zeggen dat het verbeelding is. Dat ik hem heb geïdealiseerd, maar dat is niet zo. Ik houd van de man. De echte, gewone, menselijke man. Ik zou hem herkennen als ik hem morgen terugzag. Ook al is het meer dan 20 jaar geleden dat we elkaar ontmoeten. Dat ik hem lief heb, heeft me tot vrouw gemaakt. Ik heb hem 20 jaar lief gehad en ik zal hem tot mijn dood toe
blijven liefhebben. Ze zweeg even. Toen vroeg ze uitdagend: denkt u dat ik gek ben om zulke dingen te zeggen? Mijn lieve kind, zei meneer Satterthwaite opnieuw haar hand grijpend. Begrijpt u het? Ik geloof het wel, maar er is nog meer, is het niet? Iets dat je me nog niet hebt verteld. Haar gezicht betrok. Ja, er is iets. Knap van u om dat te raden. Ik heb direct begrepen dat ik voor iemand als u niets kon verzwijgen. Toch zal ik het u niet vertellen, omdat het voor u beter is dat u dat niet weet. Hij keek haar aan en haar ogen doorstonden zijn blik dapper en uitdagend. Hij dacht: dit is de proef. Nu komt het erop aan. Ik moest het al weten, want alle troeven zijn in mijn handen. Ik moest het al weten en ik zal het weten. Het bleef een poosje stil en toen zei hij langzaam: er is iets misgegaan, is het niet? Hij zag dat ze even met de ogen knipperde en wist dat hij op het goede spoor was. Er is na al die jaren iets misgegaan. Hij wist dat hij tastte in de donkere schuilhoeken van haar geest, waar zij trachtte haar geheim voor hem te verbergen. Het heeft natuurlijk met de jongen te maken. Iets anders zou u zich niet zo aantrekken. Hij hoorde dat ze even haar adem inhield en wist dat hij juist had gegist. Vreed, maar noodzakelijk. Nu ging het om haar wil tegenover de zijne. Zij bezat een sterke, overheersende wil, maar achter zijn zachte manieren verborg zich ook een sterke wil. En hij had de vaste overtuiging dat hij juist handelde. Hij voelde even medelijden met mannen wier taak het was misdaden op te sporen. Dit detectieve werk van de geest, dit verzamelen van aanwijzingen, dit tasten naar de waarheid, de vreugde als je nader tot je doel kwam. Dat ze met alle geweld de waarheid voor hem wilde verzwijgen, hielp hem juist. En hij merkte dat ze opstandig verstrakte naarmate hij zijn doel naderde. U zegt dat het beter voor me is dat ik het niet weet. Beter voor mij? U is anders toch niet zo'n medelijdende vrouw? U zou er niet voor terugschrikken een vreemdeling een paar tijdelijke onaangenaamheden te bezorgen. Is het dan niet meer dan dat? Zou u mij, door het me te vertellen, tot medeplichtige maken? Dat klinkt als misdaad. Fantastisch. Ik kan me u niet voorstellen in verband met een misdaad. Of het zou die ene misdaad zijn die men jegens zichzelf begaat. Ze kon niet beletten dat ze even haar ogen neersloeg. Hij greep haar pols. Dat is het dus. U bent van plan zelfmoord te plegen? Ze slaakte een lichte kreet. Hoe weet u dat? Waarom zou u dat doen? U is niet levensmoe. Ik heb nog nooit een vrouw ontmoet die minder levensmoe was dan u. U bent zo stralend levend. Ze stond op en liep naar het raam. Ze streek een donkere haarlok van haar voorhoofd. Nu u zoveel geraden heeft, kan ik u evengoed alles vertellen. Ik had u vanavond niet binnen moeten laten. Ik had vooruit kunnen weten dat u te veel zou begrijpen. Zo'n man bent u. U heeft gelijk. Het gaat om mijn zoon. Hij weet van niets, maar de laatste keer dat hij thuis was, sprak hij op tragische toon over een vriend van hem en toen ontdekte ik iets. Als hij erachter komt dat hij een onwettig kind is, zal dat zijn hart breken. Hij is ontzettend trots. En er is een meisje in spel. Ik zal niet in details treden, maar hij komt binnenkort hier naartoe en hij wil alles weten over zijn vader. Alle bijzonderheden. De ouders van het meisje willen dat natuurlijk ook weten. Als hij de waarheid te weten komt, zal hij met haar breken. Hij zal weggaan, zijn leven verwoesten. Oh ja, ik weet wat u wil zeggen. Dat het dwaas is en dat het totaal verkeerd is dat de jongen het zo zou opvatten. Het kan allemaal waar zijn. Maar wat doet het ertoe wat de mensen behoren te doen? Ze zijn zoals ze zijn.
het zal zijn hart breken. Maar als ik, voor hij komt, een ongeluk krijg, zal al het andere worden verdrongen door zijn verdriet om mijn dood. Hij zal mijn papieren doorzien en niets vinden. Hij zal het vervelend vinden dat ik hem zo weinig heb verteld, maar hij zal de waarheid niet vermoeden. Het is de beste weg. Men moet betalen voor geluk en ik heb zoveel geluk gekend. En de prijs ervoor zal niet te hoog zijn. Een beetje moed, één sprong, misschien een paar ogenblikken van angst. Maar mijn beste kind... Ga niet proberen me om te praten, viel ze uit. Ik luister toch niet naar conventionele argumenten. Mijn leven is van mij. Tot nu toe was het nodig, voor John. Maar nu heeft hij mij niet meer nodig. Hij heeft een levensgezellin nodig. En hij zal zich meer tot haar wenden als ik er niet meer ben. Mijn leven is nutteloos, maar mijn dood zal hem van nut zijn. En ik heb het recht met mijn leven te doen wat ik wil. Weet u dat zeker? De strenge toon van zijn stem verraste haar. Ze haperde even. Als ik toch voor niemand meer nodig ben... en dat kan ik zelf het best beoordelen. Hij viel haar opnieuw in de rede. Dat is niet zeker. Wat bedoelt u? Ik zal u een geval voorleggen. Een man gaat naar een bepaalde plek om, laten we zeggen, zelfmoord te plegen. Toevallig treft hij een andere man aan, dus hij kan zijn plan niet uitvoeren en gaat weg om verder te leven. De tweede man heeft het leven van de eerste man gered. Niet omdat voor hem dat leven noodzakelijk of van een bijzonder belang was, maar alleen door het feit dat hij op een bepaald moment op die bepaalde plek was. U beneemt u vandaag het leven en misschien zal er 5, 6 of 7 jaar later iemand sterven of een ongeluk krijgen alleen omdat u op een bepaalde plek niet aanwezig was. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een op hol geslagen paard de straat doorrent en als het u ziet, schrikt en uitwijkt, waardoor een kind dat in de goot speelt niet wordt vertrapt. Dat kind zal in leven blijven, opgroeien en misschien een grote muzikus worden of een geneesmiddel tegen kanker uitvinden. Het kan ook, minder melodramatisch, gewoon een alledaags gelukkig mens worden. Ze keek hem aan. Wat bent u een vreemd mens? Ik heb nooit aan zulke dingen, als u zegt, gedacht. U zegt dat uw leven u toebehoort, ging meneer Satterwhite voort. Maar durft u ontkennen dat u een rol speelt in een geweldig drama onder leiding van een goddelijke regisseur? Uw wachtwoord komt misschien pas aan het einde van het stuk en is misschien onbelangrijk. Misschien heeft u maar een figurantenrol, maar toch kan het succes van een stuk afhangen of u dat wachtwoord wel of niet aan een ander acteur geeft. De hele voorstelling kan erdoor bedorven worden. U mag dan voor niemand op de wereld van belang zijn. Als persoon op een bepaalde plaats kunt u van onvoorstelbare betekenis zijn. Ze bleef zwijgend voor zich uitkijken en vroeg toen: wat wilt u dat ik doen zal? Dat was het moment van de overwinning voor meneer Satterwhite en hij gaf zijn orders. Ik wil allereerst dat u me iets belooft. Doe de eerstvolgende 24 uur niets ondoordachts. Ze zweeg even en zei toen: dat beloof ik. En dan vraag ik u nog iets. Een gunst. En die is? Laat het luik van de kamer waardoor ik binnenkwam open en blijf daar vannacht waken. Ze keek verbaasd, maar knikte instemmend. En nu, zei meneer Satterwhite, zich de anticlimax bewust, nu moet ik werkelijk gaan. God zegene je. Hij verwijderde zich enigszins verlegen. De stoere Spaanse kwam de gang in en maakte een zijdeur voor hem open, hem intussen nieuwsgierig opnemend. Het begon al donker te worden toen hij het hotel bereikte. Een eenzame figuur zat op het terras. Meneer Satterwhite liep regelrecht op hem af. Hij was opgewonden en zijn hart klopte sneller dan gewoonlijk. Hij was zich bewust dat de verantwoordelijkheid voor grote gebeurtenissen in zijn handen was gelegd.
één verkeerde zet. Hij trachtte zijn zenuwachtigheid te verbergen en op luchtige toon tegen Anthony Cosden te praten. Warm vanavond, nietwaar? Ik heb de tijd helemaal vergeten toen ik boven op die klip zat. Is u daar heel de tijd geweest? Meneer Satterwhite knikte. Op dat moment zwaaide de tochtdeur van het hotel open om iemand door te laten. Een lichtstraal viel even op het gezicht van Cosden en hij zag de uitdrukking van onbegrepen, dof gedragen lijden. Hij dacht, het is erger voor hem dan het voor mij zou zijn. Fantasie, gissingen, bespiegeling kunnen veel voor iemand doen. Je kunt het dan als het ware tegen het verdriet opnemen, maar het onbegrepen lijden van een dier, dat is verschrikkelijk. Anthony Cosden zei opeens op scherpe toon, ik ga na tafel een wandeling maken. Begrijpt u? De derde keer brengt geluk. Bemoei u er niet mee. Ik weet dat u het goed bedoelt, maar het is vergeefse moeite. Meneer Satterwhite richtte zich fier op. Ik bemoei mij nooit met andermans zaken, zei hij, daarmee het doel van zijn bestaan volkomen loochenend. Ik weet wat u denkt, ging Cosden voort, doch hij werd in de rede gevallen. Pardon? Daarin ben ik het niet met u eens. Niemand weet wat een ander denkt. Men kan het zich wel inbeelden, maar bijna altijd heeft men het mis. Misschien wel, zei Cosden weifelend. Meneer Satterwhite ging wat gemakkelijker zitten. Laten we over een minder pijnlijk onderwerp praten. Over die oude villa bijvoorbeeld. Die heeft een bijzondere charme. Hij ligt zo afgelegen, zo veilig beschut tegen de wereld. Wie weet welk geheim daarin verborgen is. Hij heeft me verleid tot een onbehoorlijke daad. Ik heb geprobeerd of een der luiken open was. En? Cosden had met een ruk zijn hoofd naar de ander toegewend. Hij was natuurlijk gesloten. Nee, hij was open. En zachtjes voegde hij erbij. Het was het derde luik van links. Het luik voor die openslaande deur. Maar dat was dat, barstte Cosden uit. Hij zweeg, maar meneer Satterwhite had het licht in zijn ogen gezien. Hij stond voldaan op. Toch was hij niet helemaal gerust. En hij hoopte maar, zijn geliefkoosde symbool het drama te hulp roepend, dat hij zijn klaus goed had gezegd. Want het waren belangrijke regels geweest. Zijn artistiek gevoel was echter bevredigd. Cosden zou, op weg naar de klip, het luik proberen. Het was tegen de menselijke natuur die verleiding te weerstaan. Een herinnering van meer dan 20 jaar geleden had hem naar deze plek gebracht. Diezelfde herinnering zou hem nu naar dat luik brengen. En daarna... Ik zal het morgen weten, zei meneer Satterwhite toen hij zich correct als altijd voor het diner verkleedde. De volgende morgen tegen 10 uur betrad meneer Satterwhite opnieuw de tuin van La Paz. Manuel riep hem lachend goedemorgen toe en overhandigde hem een rozenknop die meneer Satterwhite zorgvuldig in zijn knoopsgat stak voor hij naar het huis liep. Hij bleef daar enkele minuten staan, opkijkend naar de vredige witte muren, de oranje klimroos en de groene luiken. Zo stil, zo rustig. Was alles slechts een droom geweest? Maar op dat ogenblik werden de openslaande deuren geopend en de vrouw, die meneer Satterwhite's gedachten had beziggehouden, kwam naar buiten. Ze kwam regelrecht op hem toe met een veerkrachtige stap van iemand die als gedragen wordt door een golf van verrukking. Haar ogen straalden, haar wangen bloosden. Er was geen spoor van aarzeling, van twijfel of onrust meer. Ze legde haar handen op zijn schouders en kuste hem. Niet eenmaal, doch verscheidene malen. Grote, donkerrode, fluwelige rozen. Zo, dacht hij er later aan terug. Zonneschijn, zomer, vogelzang, dat was de atmosfeer waarin hij zich voelde opgenomen. Warmte, blijdschap en een enorme vitaliteit. Ik ben zo gelukkig, riep ze. U bent een schat. Hoe wist u het? Hoe kon u het weten? U bent de goede tovenaar uit de sprookjes. Ze zweeg, ademloos van geluk. We laten ons vandaag door onze consul trouwen. Als John komt, is zijn vader hier. We zullen zeggen
dat er in het verleden een misverstand is geweest en hij zal geen vragen stellen. Oh, ik ben zo gelukkig, zo gelukkig, zo oneindig gelukkig. Het geluk straalde letterlijk van haar af. Anthony vindt het zo heerlijk dat hij een zoon heeft. Ik had niet gedacht dat hij er iets om zou geven. Ze keek meneer Satterthwaite vol vertrouwen aan. Is het geen wonder dat alles zo prachtig is terechtgekomen? Hij had nu een duidelijker visioen van haar dan hij ooit had gehad. Een kind. Nog een kind. Met haar voorliefde voor doen alsof. Haar sprookjes die altijd zo mooi eindigden met twee mensen die nog lang en gelukkig leefden. Hij zei vriendelijk: als u uw man deze laatste maanden gelukkig maakt, zult u inderdaad iets heel moois hebben verricht. Haar ogen werden groot van verbazing. Oh, maar u denkt toch niet dat ik hem zal laten sterven? Na al die jaren, nu hij eindelijk bij me is teruggekomen. Ik heb massa's mensen gekend die door de dokters waren opgegeven en die vandaag nog leven. Doodgaan? Natuurlijk gaat hij niet dood. Hij keek naar haar en zag haar kracht, haar schoonheid, haar vitaliteit, haar onverwoestbare wil en moed. Ook hij kende dokters die zich vergist hadden. Je wist nooit van hoeveel invloed de persoonlijke factor kon zijn. Ze zei nog eens minachtend en spottend: u denkt toch niet dat ik hem zal laten sterven? Nee, zei meneer Satterthwaite eindelijk heel zacht. Nee, mijn lieve. Nee, ik geloof niet dat u dat zult toestaan. Een poos later wandelde hij de cypressenlaan door naar de bank die op de zee uitkeek en vond daar de persoon die hij had verwacht daar te zullen zien. Meneer Quinn stond op en begroette hem. Hij was dezelfde als altijd. Donker, zwaarmoedig, glimlachend. Verwachtte je me? Vroeg hij. Natuurlijk. Ze namen samen plaats op de bank. Ik heb zo het idee dat je weer voor voorzienigheid hebt gespeeld te oordelen naar je gezicht, zei meneer Quinn eindelijk. Meneer Satterthwaite keek hem verwijtend aan. Alsof je er niet alles van af wist. Jij beschuldigt mij altijd van alwetendheid, zei meneer Quinn glimlachend. Als je van niets wist, waarom zat je dan gisteravond hier te wachten? Oh, dat? Ja, dat. Ik moest een opdracht vervullen. Voor wie? Je hebt me dikwijls schertsend een pleitbezorger voor de doden genoemd. De doden? Vroeg meneer Satterthwaite verbaasd. Ik begrijp je niet. 22 jaar geleden is hier een man verdronken. Ja, dat weet ik, maar ik begrijp niet. Gesteld eens dat die man zijn jonge vrouw toch lief had. Liefde kan van mensen zowel duivels als engelen maken. Ze had een kinderlijke adoratie voor hem, maar hij kon de vrouw in haar niet wekken. En dat maakte hem gek. Hij martelde haar omdat hij haar lief had. Zulke dingen komen voor, dat weet je even goed als ik. Ja, bekende meneer Satterthwaite. Ik heb het wel meer gehoord, toch zeer zelden. En je zult ook meermalen gezien hebben dat er zoiets als berouw bestaat. Het verlangen iets goed te maken ten koste van alles. Ja, maar de dood greep te vroeg in, zei meneer Satterthwaite. Dood. Er was minachting in meneer Quinn's stem. Je gelooft in een leven na de dood, is het niet? En wie ben jij om te durven zeggen dat dezelfde wensen en verlangens ook niet doorwerken in dat andere leven? Als het verlangen maar sterk genoeg is, wordt er misschien een boodschapper gevonden. Zijn stem stierf weg. Meneer Satterthwaite stond op. Hij beefde een beetje. Ik moet terug naar het hotel, zei hij. Ga je dezelfde kant uit? Meneer Quinn schudde het hoofd. Nee, zei hij.
Ik keer terug langs dezelfde weg waarlangs ik gekomen ben. Toen meneer Satterwhite omkeek, zag hij zijn vriend naar de rand van de klip lopen.